Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij nog een beetje Squad Fun met Krexor, Sander, Timmy is er weer bij. Iemand moet het Midshield spelen, ik hoop dat jullie ervan genieten, mag dat zo zijn. Vergeet niet een duimpje omhoog, geniet ervan. Ja, zie hem, hij heeft ook een handgun. Hier is niks. Is hij solo? Hij is daar solo geland, volgens mij landen ze een maatje in het veld. Zie je me hierbij kan ondersteunen? Ja, met mijn vuistjes. Ja. Met mijn hoofd, ik heb een helm. Wow! Ik wou, headshots. Nee. Wat? Daarmee heb je al een pan? Krex, je zit daar denk ik niet op de fijnste plek. Nee, I know. Timmy, heb je nou al een pan? Kom op, pak die pan en sla die vent nokkie. Ik heb wel zonder zijn watertje. Oh, Timmy. Ik heb eigenlijk kogels op. Knockdown. Oké, ik heb neer gepuncht. Eentje is down. Oké, had hij hem kunnen? Weet ik niet, ik denk dat hij ligt hierin komen, Timmy. Links van het muurtje, bij zijn deur. Yo, hij ligt. Timmy, verkeerde kant op, man. Ik ga nu precies door zijn zicht heen. Ja, maar hier ben ik. Ik kan reviven, als jij koffer geeft. Ja, als hij dan weer om het hoekje pikt, dan probeer ik hem te hitten, maar ik heb een handgun. Timmy is de enige met een M16. Ja, maar is nou low. Hij pikt. Next! Je liep precies door mijn bulletline heen. Oh, wat zei dat? Ja, ik heet die. Ik wil in dat deurtje naast hem komen, man. Heeft iemand nades? Yo, hij pikt. Kom maar, Jamie. Kom maar, Jamie. Oh, nee, niet meer. Hij staat daar. 13 bullets. 11. Moet ik met één piekje, Jamie. Kom daar op de poort, ga jij watje? Oké, 11 bullets. De Daimy te letten, via de linkerzijde. Oké, Daimy, ready? Wacht, Daimy, ik heb een perfecte plan, dude. Ik heb een perfecte fucking plan. YOLO! out of ammo, hij is knocked down, Daimy is knocked down. Oké, ik ben ook out of ammo. Ken je dit geluid? Oké. Okay. Hey. Knock hem down met je handjes. Ik kan hem niet hitten zo. Wel moet springen. Nice. Hey, dat was teamwork. Ja, best wel. Looten jullie hem even, want ik ben gewoon beter zonder ammo, man. Hij had ook een lekkere crossbow. Mag ik die Uzi? Heeft die Daimy gehit, nice. Joh. Hij heeft Daimy vol in... Daimy, ik heb hier een medkit en bandages. En een fles houden voor een SMG die ik nog moet vinden. Hier. Ik heb een SMG, Dami, maar geen bullets. Dami, go hier. Gebruik die shit. Ik heb werkelijk helemaal. Jongen, ik heb wel een handgun. Ja, zonder ammo. Oh, daar gaan we een liedje van maken, Krex. Wat? Handgun zonder ammo. Want we hebben handguns zonder ammo. Oh yeah, de classic Rex rap. Oh, daar zit helemaal niet de deur, jongens. Kom op, man, hier zit de deur. Ze zijn wel langs naar binnen gekomen, man. Heb je ook geen ammo meer? Nee. We hebben diamond, man. Kerst, kom. Ik ben een kind van de gun. Mama, ja. Ik heb geen ammo. Ja. Opschrijven, nu direct. Oh, nee, het is opgenomen. Geen probleem, man. Wat een crap. Red ik wel de goede. Als hier ook geen ammo ligt in de huis. Dat zijn we echt creatief. Als we dit potje hoog finishen, jongens, dan gewoon no edit, gaat dit potje online. Nee, ik wil niet gepubliceerd worden zo op internet. Maar zo'n groot cirkel en nog maar 57. Ook dat zet ik er netjes bij op internet, Sander. Je bliep me toch, dat scheelt. Ja. Sander was dit potje creatief. Oh crap, Daimy, jongen, dit is gewoon een freaking hartverzakking dat jij die deur binnenkomt lopen, man. Zeg dat dan even. Hé, hey, hier ligt gewoon een police vest level 2, laat hij daar liggen. Daimy, kom eens terug. Daimy. En nou even heel serieus. Kijk eens hier.
Waar ligt die nou op de grond? Protective classes. Die laat jij liggen? Kom op, man. Stress komt de buskruid, zoiets, weet ik veel. Gunpowder in je oog. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik speel geen ark. Ik heb echt een hele mooie witte broek. Oké, okay, endgame. Endgame, pam. Ja. En ammo. Pam met ammo? Oh my god, dat is zo vet. Ja, nu moet ik een lastige keuze maken. Pam of een sikkel? Pam. Die is echt niet lastig. Oh. Pam kan je billetjes redden. Ja, dat is waar. Lag er boven nog wat dan, Daimie? Flashhider. Nice. Hey, oh. Wow, de bloep. Oh, we zitten net in de cirkel. Jawel. Zou je me nou ook zo vertellen wat hij boven heeft gevonden? Dude, Daimie, waarom zeg je me niet dat hier een oomp ligt? Auto. Noordwest, ik hoor een auto noord. Oh, dat ben jij. Crap. Dat is het zuiden hoor, je hebt echt een slechte coördinatie. Dude. Ik kijk nou naar het noorden en ik kijk naar jou. Oh ja. Met je zuiden. Dat is compleet de andere kant op. Alles geloot hier. Hey Duimie, heb je alles geloot hier? Ja? Niks. Oh, nee. Hij bidt even voor mij. Hij aanbidt mij even. Oh jongens, tussen het westen en het oosten, daar zit een auto met 3000 in. Gaan we de kerk maar doen, hè? Ja. Ik denk, moet je even Duimie uit laten stappen, dan kan hij meestemmen. Die lag wel een 8 keer scope, maar die past niet op mijn noem. Hier, Red Bull. Daar ga ik meenemen. Dude, ik heb IKM. Ik heb serieus nog helemaal niet. Oh. Echt niet, dude, ik drop hier een shotgun. Ja, maar daar ben je zo slecht in, man. Oh, hier, ik heb hier ook een eigen shotgun. Oh, hier, ja, ik heb. Hier, dude. Oh. Oh, hier, opgenomen. Ik nee hoor, die ben je zelf nodig. Nee, ik heb shotgun en om. En lek. Verschrikkelijk lek. Hier ligt de politie met level 2 shots. Van waar, Duimie? Vanaf de buitenkant, denk ik. Het is natuurlijk handig als ik kogels in mijn shot kan doen. Ik moet eerst bandage. Wow, Daimie wordt neergesniped. Nee, je bent voor mij neergesniped, juist vanuit de stad. Crap. Cover the door, Crax. Cover the door. I got this, man. Oh crap, bommeries. Beetje pakken we de auto weer. Ja, weer de auto pakken. Jongens, die ligt nog een level 2 vest. Zonder gekheid. Level 2 vest. Wat geef je met hem? Oké, ze pushen naar de auto doen. Waar staat de auto? Oké, go. Oké, ze kwamen dus niet van deze kant. Kijk, ze rijdt. Ah, oh. Crap. Ik rijd wel, never mind. Hij wil weer niet rijden. Ja, maar we. Oh, wow. Gewoon recept. Hier lopen ze. Oh crap, ik ben niet geraakt, nu wel. Ik ook niet, time hier waarschijnlijk. Nee, ook niet. Gewoon naar de circus toe, zegt hij. Dat is dwars door de red heen. Ja, je auto bezig naar goed. Tenzij je gehit wordt. Ja, jongens, dit is niet normaal hoeveel lek ik heb. Gewoon echt niet. Nee, ik hier ook. Ik zie die auto heen en weer stuiten, joh. Oh crap. Uitstappen. Timey is geen chauffeur meer. Laten we dat voorop stellen. Chauffeur. Chauffeur. Dit is een vrouwtje. Ja, toch een king misschien, ja. Ja, nou dan ben je een chauffeuze. Ja, dat verklaart. Ik wil nog een auto. Ik zit in het toilet. Yo, auto bij onze auto.
Wij meer richting jullie. Oh, okay. Ik zag hem. Wij voorbij. Ja, die gaat verder, dus heb je hem. Je energy drink. Ik kan Dybie wel gebruiken, denk ik. Die is met al door zijn hiel heen, want die heeft al wel zoveel damage gehad, dit potje. Hou er rekening mee, hè. Elke keer als je knocked out bent geweest, dan dat. Wat wordt er geschoten? Waar wordt er geschoten? Iemand een idee? Nee. Ja, ik zie ze rennen. West. West? Ja. Dude, dit klinkt veel dichterbij. Ja, ze zijn heel dicht bij jou. Ik denk dat ik zelf op jou schiet. Nou, dat... Ik zit echt in een gebouw, maar... Eén keertje heb ik... Eentje ze schieten op elkaar. Ik denk die lui... Ze zitten echt bij jullie. Ik heb net een Scar-L opgepakt. Ik wil shotgun fire. Oh, ik ben down. Gekse was down. En killed. No, waar kwam hij weg? Nou, die auto gok ik. Nee, hij zit in die auto, dat kan niet anders. Ja. Daarmee, misschien is het tijd om te vertrekken. Ik denk dat hij beter boven kan blijven. Really? Ja. Maar boven als ze de trap. Ze zitten hier al bij de deur, Duimie, ze zitten hier zo'n beetje al voor de deur. Auto firing mode, ligt hier nog een shotgun. Ja hoor, Duimie doet me de deur. Dat doet de deur dicht. Ben ik daarmee niet schieten. Molotov naar binnen gekwaakt. Hij loopt hier, ze lopen nog steeds hier beneden, man. Ja, maar ik kan zo slecht hitten door dit ruimte heen. Mijn beeldscherm hield ermee op. Ik kreeg zwart beeld. Hier liggen twee knock-out hier. Really? Doe mij maar om, die is hier beter in. Muis. Eén keer. Oh, nice, Dybie. Holy crap, daarom nemen wij Dybie mee naar een gunfight. Dat is dus gewoon de hele... Holy... Damn. Oh. Ik zal het zo doorgeven aan Sander, daarmee dat hij toch echt wel een mic... Oh, over deze leuke... Er lag toch nog geen knockdown. Nee man, deze verder... Nee. Oh, het is hier niet knockdown. Scar L, ik heb geen idee waar vandaan, man. Oh nee, in mijn buttocks. Ik heb geen zin. Eén keer geraakt. Ik word geïnt vanuit die rode huisjes, Ik heb weer verkeerde knopjes in. Ja, hij is nog dan. Ja. Maar ik werd 100% geïnt vanaf de andere kant. Oh, first aid gebruik wel. Oh jongen, er zijn echt attachments nodig. Oh snap, hij is weer in leven, man. Nu al? Crap, ja. Waren ze daar dus met z'n tweeën? Maar er werd ook zeker weten geschoten vanuit die rode huisjes. Ik zat nog ver achter jou. Misschien zelfs wel echt helemaal vanuit het zaal. Schiet jij? Ja. Ja. Dus wij weer een stukje weggerend. Ja, heb je hem knockdown of niet? Nee. Hij is niet meer achter die steen, zeg maar. Waar die wel is, zeg maar. Zit er nog wel in de zin. Ja, je loopt nu weer bij het huis. Oké, hij is weer ver weg. Daar waar we meestal ook weer zagen, zeg maar. Ja, nog verder achter die bus. We moeten hier het veld in gaan of zo. Welke kant? Deze kant. Go. De hooibalen, een beetje verhoging. Het is wel weer dicht naar de cirkel toe, hè. Naar de rand?
Ja. Ja. Eigenlijk de andere kant op. Een beetje richting daar. Even recap hier, want we werden daar hard neergemaaid door een sniper, hè? Ja, dat is waar. Twee kanten volgens mij. Ja. Ik snap alleen niet hoe hij nou weer uit die knockdown kon komen. Ja, zelfs een teammaatje wel bij hem zijn geweest. Ja, maar ik zag maar steeds maar één rennen. Ja, dat is zo. Maar misschien zat zijn teammaatje al achter die steen. Nee, dat zou kunnen. En was dat zijn teammaatje die ons daar neermaaide de eerste keer? Dan is die nog niet weg geweest nu. Ik zie hier wel voertuigen staan. Hij is kapot. Voor mij deze link is hier. 330. En de deuren hier zitten dicht. Beweging 330, 345. Loop nou achter die auto langs. Komt nu zo'n beetje achter die auto weg. Nee, ze komen die niet oranje. Achter die auto weg. Nee. Die, oh, die Jeep. 345, die Jeep. Ik zag er net twee achter rennen. Ja. Oh, wacht. Eentje nog dan, eentje nog dan. Eén kill. Die is deel, die is deel. Nice. Oké, wat gaat ze team maar doen? Die gaat doorrijden. Best wel easy om luid te knallen uit die auto's. Ja. Wow. Oh, shot. Dat is de teammaat, denk ik. Geen idee waar vandaan. Je werd echt geraakt, of niet? Nee. Oh. Ik wou er wel mijn laatste 5-6 moeten zijn. Pas op jongen, hier ben ik net dik beschoten. Twee keer scope hier. Really? Oh my god, dit heb ik helemaal man. Twee keer scope. First heb jij nog twee first aid? Heb ik... Nu wel. Frag. Fuck man. Hij zit hier in het veld. Kan niet anders man. Ik denk hier achter dit heuveltje. Zoiets. Oh, Jim. Waar? Got him. Lekker, dude. Hij zat echt vlak voor ons. Kijk waar ik ben. Ja. Ik zag waar je heen schoot. Painkillers. En 4 keer scope. Ah, dude. Mag ik die 2 keer verder? Ja, 100%. Ik moet nog even 5 keer. Oh, bullet loops, kar. Ah, lekker. En even pan, deze vent. Yo. Oké, ik pak de 7.6 kogels. Oh, hij heeft ook een kar. Oh, nice. Klaar. Super. Met de kan ik dan die 4 keer scopen? Yeah, go. Welke kogels gebruik je? 7.6, nice. Hetzelfde als mijn gewone, maar hier zit ook nog 5 keer 60. Daar heb ik 119 van. Oké, dan pak ik die, ja? Ja, go. Kijk, hoeveel kogels heb je daar al 60? Nee, maar dan pak ik die niet. En dit is wat ik bedoel man, als je kills kunt maken, krijg je loot. Ik weet bij god niet dat zij die scopes weg hebben gehaald, maar... Ja, vast uit je huis is dat. We zitten wel met de blue nu. Dus ik weet niet waarom hij die vehicle heeft gedumpt. Oh, daar staat auto. Dit ziet er ook uit als... iets, zeg maar... Leeg? Denk ik. Moet er wel even in het witte komen. Ja. Dude, hier ligt nog wel een 16. Oh kak, sorry. Is deze groot? Ja. No problem. Kak. Nee, moet ik maar... Seconden. Dude, ik vind u wel een oude M16. Ik wil hier gewoon even spieken hier. Dit is okay. Wel een gebouwtje, ja. Waar normaal denk ik er iets leuks in ligt. Ja. Pinkillers. Oh, verder kunnen we niet opkomen. Wat de fuck is dat dan? Wat de hero. Oké, trickers. Oh, lekker! One shot.
Ik zie daar iets bewegen, er was een motor waar geen persoon meer op zat. Mm. En daarnaast lag er een keer. Lekker man. Dus die daarvoor bij die motor, die is dood. Die ligt er nog wel, maar hij is dood. Hey, ik moet even achter ons kijken, die lopen hier nog de blauwe aan het ontwijken zijn. Waarom, maar van voor kunnen ze ons nu nooit raken. Dat is altijd zo finest, jongen, die blauwe in de rug. Ja. Nee, maar als ze in de blauwe liggen. Maar als ze in die blue liggen. Ja, eigenlijk zou blue ook het zicht weg moeten nemen. Het zou veel dichter moeten zijn, de blue. Zodat ze niet vanaf buiten jou kunnen snipen. Nee. Maar vanaf binnen zie je het best wel slecht als die witte dingen er doorheen komen. Ja. Maar goed, als ze er nu aankomen, dan zijn ze ook al wel half dood. Dan weer het voordeel, want het nadeel is dat wij zo dicht aan de rand zitten dat wij nou weer pak in ver moeten lopen. Mm-hmm. Oh, dat klinkt als een heavy man. Oh, het is niet heel ver lopen. Nee, we hebben niet heel veel ruimte meer nu, hè. Dat wij snipers hebben, wordt het een swamp gevecht. Ja. Al hebben we ook wel een M16 en een AKM, maar... Misschien moeten we in die toren zien te komen. Dichtbij die toren, niet maar. Die auto is daar niet zo gespawnd. Een beetje net zoals met voertuigen, zeg maar. Het is ook echt wel een aandachtspunt, zeg maar. Noordwest. Oh, kerel, die gaat er even op los. Net zo'n goede een als ik, denk ik. Ja, daarboven. Noordwest. Kom op, ga stilstaan. Klaak, hij loopt nu achter een berg in. Nee, ik kan ook niet meer. Teamgenoot. Dat is ook echt een bergje. Ja, daar ging zijn teamgenoot ook niet. Oh! Wij moeten ook verder, move. Oké, je gaat heel even liggen hoor. Even energy drink zijn pinkjes nemen. Goed idee. Ik hoop dat ik erin lig. Ja. Denk wel. Crap, ik lig er weer. Echt niet? Nee. Ik ben vol. Het gaat hard, man. Met je health, man. We liggen hier niet top beschut, jongen. Nee, dat niet. We hebben geen enkele hit afgekregen op die twee lui die hier net langs renden. Nee. En die liggen ook hier ergens ongeveer. Om blijft liggen. Hier, naast mij. Knocked out. Eén beetje verder. Hij. Wow, wat is die rico, man? Heb je hem gezien? Ja, zeker. Geef mij meer, want hij is nog bij aan het knallen. Ja, nou. Mij ook niet, man. Wauw, hij heeft jou neer. Ja. Nee, dat was een andere, want die vent die ik zag, die schoot mij neer.